fucking druk. En het is gewoon vrijdag in de winterheffeling. Daar gaat ook nergens over. Van Reet Games, vandaag een nieuwe opdracht in de Efteling. Ik zit nu nog thuis, maar ja, ik ben net naar de Efteling geweest. En nu gaan jullie de opdracht zien die ik heb opgenomen. En de opdracht is gewoon lekker alle attracties gaan doen. Veel kijkplezier! Let's go! Dit is de eerste attractie, jongens. De Python. En ik zit er nu in. Fucking druk. Het is gewoon vrijdag in de winterheffeling. Daar gaat ook nergens over. We gaan nou van de Python afkomen en dan gaan we nou naar de Joris en de Draak. Hoppa! De derde attractie, Schipschommel. Ik moest net rennen, want anders was ik te laat voor deze attractie. Kijk, hij begint nou al. En dit is de volgende. Mooi. Wat een kutattractie, hoor. We gaan nou in de oude Tuffers. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Nou mensen, de volgende attractie is deze, langlopen. Let's go. Nou mensen, we komen nou dus van die langloopbaan af. Alleen ik heb het niet gefilmd. Ja, wel met mijn GoPro, alleen dat was zeg maar voor een andere video, dus ja, dat is geblinddoekt, langlauw is daar, dus ga die ook lekker kijken straks. Ja, ja, de volgende attractie. Hoppa, Carnaval Festival, etenstijd. Oké, de volgende attractie. Vogelrok. Ja! Hey, muziek is uit! Hey, mooi! De volgende attractie. Eerst even kort, hier zo ijs glijden. Mooi! Let's go!
was mooi, maar ik sta hier nou voor het Efteling Museum. En ik ga hier ook even heel snel doorheen lopen, want dit is ook eigenlijk een attractie. Let's go! Nou jongens, hier zo, waar eerst die gele groenachtige draaimolen stond, ja, je hoort het goed, stond, zit nou een kerstboom. Maar ja, dus die andere staan er nog wel, kijk maar even. Daar zo en daar allemaal, dus daar gaan we ook even in. We zitten nou in de rode draaimolen, dat past wel goed bij deze kleur van mijn blikje, maar dat geeft niet. Even filmen. Nou, we hopen in. Dat was kei leuk, nou gaan we in deze. Dit is ook weer de volgende. Meneer, u komt net van de achter. Oh, ik zie hier een paar vingers omhoog gaan. Jongen, dame. Hans! Mijn kleine broertje! Was je al gewoon? Nou, dat was Ravelijn. Fucking saai vond ik. En we gaan nou Droomvlucht. Nou mensen, de volgende is de Villa Volta. Let's go inside! Nou mensen, waar lopen wij nou? Kijk eens wat hier aankomt. Oh, Lavaland, jongen. En die laafjes moeten we natuurlijk ook, want we moeten in alle attracties. De bootjes hebben helaas storing, dus daar kunnen we niet in. Dus we gaan nou in de laafjes. Nou mensen, we zitten er nou in. We zitten in lok nummer 16. Eigenlijk wou ik in nummer 9, want dat is lol. En dat is natuurlijk lol. Hey. Nou mensen, we zijn nou bij hier zo en het is pas 4:10 en het is nu al best donker. Wajo. We zijn nou bij de Baron, even erin. Het is winter Efteling, maar de rij is nou eigenlijk best wel lang. Rij 2, goeie hendel! Halen in de wetenschap die toegang heeft tot rijkdom en welvaart. Nou mensen, Baron was kei goeie hendel. Nou gaan we in het spookslot. En daarna naar de Bob, daarna naar de Fata en dan naar Pandadroom. En daar hebben ze allemaal gehad. Even helemaal doorlopen tot einde, of eigenlijk tot hier ongeveer. Die zo kende het goed zien. Ik doe
Nou, de volgende attractie is de Bob. Even kijken hoeveel minuten het is. 5. Ah, daar gaan we heen. Misschien eerst even kijken voor de Single Rider. Nog maar 2 attracties. De Fata en de Pandadroom. Nou mensen, de laatste, Pandadroom. Ja, zoiets. Ja, goeie, Pandadroom. Even 1 keer van de glijbaan af, want dat is mooi. Tof dat jij gekeken hebt naar deze opdracht. Ik zou zeggen, doe even een like, ook even abonneren en dan zeg ik, hou. Let's go!